Goedemiddag dames en heren, ik ben weer in Nederland, terug uit Nieuw-Zeeland en het is weer tijd voor een magneetvisvideo. We zijn vandaag op een locatie waar zeker wat dingen uit de Tweede Wereldoorlog gebeurd zouden kunnen zijn, in de buurt van een kazerne. En het leuke is, we hebben vandaag mensen van Editie NL bij ons. Hallo! En die gaan ook eventjes filmen wat wij gaan vinden, dus ik hoop heel dat we benieuwd wat vinden. EOD is al ingeschakeld, dus mocht er iets gebeuren. Ja. Ja, nou, we gaan het zien jongens. Let's go. Kijk. Zo. Rustig trekken. Ik snap wel dat het soort van spannend is. Ja! Nee, echt? Nee, of wel? Nou, het kan zijn dat er wat ligt. Dan ga ik er zo even in. Dan ga ik even prikken. Dan kan rustig. Oh. Als jij hem te snel trekt, dan vliegt hij door het water heen in plaats van dat hij over de bodem heen gaat. Volgens mij heb ik weer een... mooie bos met groen. Volgens mij heb je een hele mooie bos groenten. Ja. Is mooi. Zo. Oké, ja, reling. Dat! Deze heb je gemist. Oh. Nou, succes hè? Shit. Ja, het is een soort van bijvangst eigenlijk hè, als je iets vindt. Klopt. Die spanning van ga ik wat vinden en op het moment dat je voelt dat je beet hebt, je voelt dat die magneet zwaarder gaat trekken. Soms hoor je hem zelfs klikken, vastklikken op het metaal. En dan denk je, oké, wat is dit? Hebben we een oude fiets of hebben we een kogel? Ja, ik heb wat. Ja? Wat heb je? Een plaatje. En dit is ook direct de catch of the day, want het enige wat ik aan mijn magneet weet te krijgen is de brugreling. De mensen van Editie NL zijn alweer gegaan en het was leuk om even te filmen en even samen te magneetvissen. We hebben eigenlijk niks gevonden. Ja, we hebben een plaatje gevonden. Laat ik het nog even laten zien, er ligt ergens hier. Zou een chassisplaatje kunnen zijn. Er staat op iets met kilo en leeg. Ik neem het wel even mee naar huis, ik ga thuis maar even kijken. Maar niet zoveel bijzonders dus vandaag. Ik ben natuurlijk nog wel even doorgegaan met prikken. Maar bijna een kopje onder man, het is nog best diep hier. Maar dat maakt het ook lastig om te filmen, want ik heb jullie dan zo hier op mijn borst. En als ik dan tot hier in het water sta, ja, dan wordt het gewoon een beetje lastig. Maar goed, ik heb verder ook niks gevonden, dus maar we gaan gewoon verder op een andere locatie. Oké, daar zijn we weer. Nieuwe locatie, nieuwe kansen. En ik gooi hem net één keer uit en ik heb al een 5 cent muntje te pakken. Dus ik dacht, nou dan begin ik ook maar meteen met filmen. En het grappige is, we zijn bij de IJsselkade in Zutphen. En Martin is mee en Danny komt zo meteen. En een vriend van ons die heeft een paar weken geleden zijn longboard hierin laten vallen. Best wel een mooi longboard ook. Maar ja, de IJssel is natuurlijk dikke stroming. Maar we gaan dus eigenlijk soort van proberen nog dat longboard op te vissen. Alleen het is echt super tricky, want je hebt die damwand hier zo zitten achter mij al. Dus we gaan gewoon kijken of we hem kunnen vinden. Kleine kans. Maar ja, toch één worp, één muntje. Hè? Is toch leuk. Ik schrik me helemaal kapot. Ik dacht, wat is dit nou weer? Maar ik dacht dat het een kanonskogel was. Ik weet niet hoor, wat is dit nou? Voor mij is het een beton, of niet? Zit er gewoon steentjes op ingekorst? Nee man, het is zwaar, het is zwaar magnetisch. Is het geen, oude granaat? Geen hele oude granaat, een soort knolskorrel met buskruid gevuld, zeg maar. Ik weet het niet, want ik vind het eng. Hij zit echt vast, hè? Ja, maar. Het is zo raar hier, een gaatje erop, maar er zitten allemaal steentjes in. Het is zwaar! Hier lijkt dat hier geen aanslag op zit, maar... Oh my goodness, wat moeten we hier nou mee? Het kan zo anders dan, het kan zo anders. Oude granaat, zonder ontsteker. Niet gevaarlijk. Ja, is dat zo? Ja, als er zo'n granaat is, dan moet ik losgelopen, niet nee. Als het een oude is. Hmm. Nou, je hebt toch geen bom uit de Tweede Wereldoorlog die eruit ziet als een klassieke tekenfilmbom, zoals dit is, zeg maar. Ik weet het niet. Kijk eens de rekenaar. Een middeleeuws verkeersbord. Een middeleeuws verkeersbord. Uit 1632 zo. Ja joh. Denk ik. Zo, Wat is dat dan? Wat zeg je dan? Scherp. Wat is dit dan? Dat is een ding. We hadden ook al een fiets gevonden. We halen echt ontzettend veel troep naar boven. Dit ding was echt loodzwaar en we hebben al, nou ja, gewoon echt een hele hoop. Je hebt het dus net op mijn advies even opgezocht. Buskruidgranaat, granaat, kanonskogel gevuld met buskruid.
Hij lijkt er heel erg op de plaatjes op internet. Ja, echt super veel. Dit is echt super bizar. Al die steentjes, eeuwenlang aangetast, sediment erop. Je moet gewoon een emmer water zetten thuis. En het is ook echt zwaar. Komt er geen zuurstof bij. Elektro nog wat. En even opzoeken. Ja, maar ik denk wel eerst dat je dan die troep eraf moet halen met een staalborstel of zo. Zo dicht mogelijk bij je. Jongens, ze hebben gewoon een freaking buskruidgranaat gevonden in de IJssel. Jongens, dat is echt super vet, want die meuk is echt super oud. Wat? Nee, we bellen de oud ijzerboer, die mag het ophalen. Hij glipt mooi, wat staat erop? Zei ik hier. Focus. Fix of flex. Hij heeft een bandje van een horloge gevonden, jongens. Waarom vind ik dat soort dingen nou nooit? Ja. Niet eerlijk. Dit is mijn sieraad in de buurt, hè? Absoluut. Komt ons magneetviswater versperren. Ja. Ah, we kunnen hier nog. Ja, maar. Hij draait af, hè? We hebben toch een bult afval. Het is echt ongelooflijk. Nou ja, ik bedoel, het kan veel meer natuurlijk. Maar het is echt loodzwaar, dus de oud-ijzerboer gaat hier heel blij mee zijn. Zullen we dat oud-ijzer dan hier zo neerleggen? Moet je kijken wat eruit komt, jongens. Een ovale kogel, dat is toch wel, ik denk van, zouden ze dat dan gedaan hebben voor het kanon? Maar dan nog, waarom is hij aan twee kanten open? Ja. Is het wel een kogel of een kanonskogel? Duidelijk ovaal. Ik gok het op 2 kilo, het is echt heel zwaar. En ik heb er een gat in. Ik ben een beetje aan het schoontikken. Ja, het is gewoon gietijzer. Hartstikke zwaar. Maar ik vind het apart, want als het een buskruidkogel is, waarom is hij dan ovaal en niet rond? En waarom zit er aan 2 kanten een gat en niet aan 1 kant? Dus ik moet nog even verder onderzoeken wat dit nou is. Nou, zoals jullie konden zien, ik heb dat buskruidkogelding helemaal schoongetikt. En ik heb er nog wat meer over opgezocht en wat mensen om advies gevraagd. En heel veel mensen schijnen te denken dat het geen kogel is met buskruid. Maar dat het een netverzwaring is. Dus een beetje jammer, want ik dacht echt serieus dat we wat hadden. Maar om het goed te maken gaan we gewoon nog een keer magneetvissen. En dat gaan we eventjes doen met de NOS. Die gaan even mee. En een stukje voor op de radio willen ze ervan maken. Dus we gaan naar het centrum van Zutphen. En ik heb mijn wetsuit aan voor de helft. En dan ga ik zo even het water in, gaan we even prikken en kijken of we nog wat leuks kunnen vinden. Let's go! Wij gaan magneetvissen. Ja. En waar zijn we hier? Wij zijn in Zutphen bij de Berkel, bij de overwelving. Dat is best wel oud. Ja. Dus ik denk dat er zeker wat een en ander kan liggen. Ja? Ja. In ieder geval bierdopjes en zo. Ja, je hebt een heleboel verschillende magneten. Dit is geen potmagneet. De potmagneet trekt alleen aan de onderkant. Deze magneet is de terrormagneet, zoals we het noemen. En die trekt rondom. Echt eigenlijk de oppervlakte de grootte van een voetbal. Ja, voor de doorsnee gebruiker, hè? Voor de hobbyist. Nou, ik zie, je hebt wel van de Powerpool 800 kilo. Volgens mij is het dan een dubbelzijdig magneet met aan beide kanten 400 kilo. De terrormagneet die kan 250 kilo trekken. Maar meestal als je bijvoorbeeld een fiets hebt en die stang die is gebogen, niet de hele oppervlakte van de magneet zit op het ijzer. Plus het ijzer is niet 1 centimeter dik. Nee. Dus dan neemt de trekkracht af. Nou, zoals gezegd hanteert Naomi een andere techniek, magneet aan een stok. Hoe diep is het hier? Wat zullen we zeggen? 1,20 meter? Ik hoop het voor je dat het geen 2 meter blijkt te zijn. Ik kan het zwemmen, dus dat scheelt. Tot borsthoogte staat Naomi nu in het water. Het ruikt ook echt heel lekker. Zit hij ergens vast? Ja. Dit lijkt op een stuk ijzer waarmee ze van die afzethekken aan elkaar maken. Ik zit wel echt vast. En er zit ook nog een 5 cent muntje aan. En het stinkt nog steeds. Nou, toch weer 5 cent verdiend, hè? Nou ja, bijna. Wat kost een magneet? Onder een goede magneet versta ik een terrormagneet en dat is 120 euro. Okay. 120. Okay. Dan heb je nog geen touw. Ah, ik kan een boot lang.
vast? Oh. Yes. Geen eurokwartje, hè? Ja, volgens mij is het een kwartje. Ja, dat mag wel. Spijker. Danny heeft wat gevonden. Wat heeft Danny gevonden? Een heel klein hulsje voor een alarmpistooltje, denk ik. Oké, dat is ook leuk. En dat vind je hier gewoon in het centrum van Zutphen? Ja, kogelhulsje voor zo'n knal alarmpistooltje. Wil je nog een kloosje? Ik kan nog daar prikken als je wil. Lekker het kalmes. Hey, zakmes. Oh ja, jawel. Kijk maar, als je dit zo ziet. Ja. En je ziet hier nog wel wat zitten. Mm-hmm. Moet je dus nagaan, hè? Ik ben de hele tijd al hier zo aan het prikken. De hele tijd al. En nog steeds lichte spul. Ja. Dus. Het is altijd de moeite waard om door te gaan. Ja, precies. Ik hoop altijd nog een keer een gewoon echt een mooie stainless steel mes of zo te vinden. Maar ja, het punt is dat RVS is niet magnetisch. Maar dit is wel geinig. Maar dit soort dingetjes vind ik ook vaker. Nou, vondst van de dag is denk ik toch wel dit zakmes. Die ligt er al wel een tijdje in. Maar goed, is wel leuk. We hebben ook nog een heel aantal muntjes gevonden. Ik weet niet waar de rest is gebleven, maar volgens mij heb ik in totaal iets van 30 cent gevonden. Danny had ook nog een paar muntjes. Dat was hem weer voor deze keer. Vond je het nou leuk om naar te kijken? Laat even een likeje achter. Abonneer voor meer en tot de volgende keer.